Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gesalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zuster stuurde iemand naar Jezus met de boodschap. Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Martha en haar zuster en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen: laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerden de leerlingen, de Joden wilden u stenigen en u wilt u daar toch weer naartoe? Jezus zei: stelt een dag niet 12 uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie 's nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft. Nadat hij dat gezegd had, zei hij: onze vriend Lazarus is ingeslapen, ik ga hem wakker maken. De leerlingen zeiden: als hij slaapt, zal hij weer beter worden, Heer. Zij dachten dat hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Toen zei hij hun ronduit: Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan. Thomas, dat betekent tweeling, zei tegen de anderen: laten ook wij maar gaan om met hem te sterven. Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadie, en er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus: als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei: je broer zal uit de dood opstaan. Ja, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen. Na deze woorden ging ze terug. Ze nam haar zuster Maria apart en zei: de meester is er en hij vraagt naar je. Zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde hem.
diep bewogen, vroeg hij. Waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden. Kom maar kijken, heer. Jezus begon ook te huilen en de Joden zeiden. Wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar er werd ook gezegd. Hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen? Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei, haal de steen weg. Martha, de zuster van de dode, zei, maar heer, de stank, hij ligt er al 4 dagen. Jezus zei tegen haar, ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft? Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al de mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep hij. Lazarus! Kom naar buiten! De dode komt tevoorschijn. Zijn handen en voeten in linnen gewikkeld. En zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders. Maak de doeken los en laat hem gaan. Veel Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in hem. Maar enkelen gingen naar de Farizeeën om hun te vertellen wat Jezus gedaan had. Daarop riepen de hoge priesters en de Farizeeën het Sanhedrin bijeen. Wat moeten we doen? Deze man doet veel wondertekenen. En als we hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in hem gaan geloven. Straks grijpen de Romeinen in. Dan zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen. Een van hen, Caiaphas, die dat jaar hoge priester was, zei tegen de anderen. Jullie begrijpen het niet. Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat. Instead of having the whole nation destroyed? Dat zei hij niet uit zichzelf. Als hoge priester in dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk en niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. Vanaf die dag overlegden ze hoe ze hem zouden doden. Jezus trad onder de Joden niet meer in het openbaar op, maar vertrok naar de omgeving van de woestijn, naar de stad Ephraim. Daar bleef hij met zijn leerlingen. Het was kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, en veel mensen uit de omgeving gingen al voor het feest naar Jeruzalem om zich te reinigen. Daar keken ze uit naar Jezus. Ze stonden in de tempel en zeiden tegen elkaar. Wat denk je?
Zou hij niet meer naar het feest komen? De hoge priesters en de fariseeën hadden opdracht gegeven hem aan te geven als men wist waar hij was, zodat ze hem konden arresteren.